Dit is Monique door Zuid-Holland en nu sta ik in Lisse. En ik sta hier met Frank Milot. Hoi Frank. Hoi, welkom in Zuid-Holland en in Lisse, Monique. Ja, dank dat je in mijn vlog wil komen. Je bent hier fractievoorzitter van het CDA Lisse. Ja. En ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn. Mijn schoonmoeder die nam mij al mee naar de Keukenhof. Want ze zei, ja, je komt nu in Zuid-Holland wonen. Dat moet je zien. Precies. Laat het gezegd zijn. Maar jij hebt mij hier meegenomen, want wat betekent Lisse voor Zuid-Holland? Nou, Zuid-Holland, of Lisse heeft een bijzondere plaats voor Zuid-Holland. Ten eerste, het is al een scharnierpunt tussen enerzijds de agglomeratie Amsterdam en de agglomeratie Haaglanden. Verder hebben we natuurlijk met de Keukenhof een wereldberoemd toeristenpleister en een heel belangrijke economische motor. En het is een van de mooiste plekken om te wonen in Nederland. En dat zeg ik niet, dat komt uit onderzoeken, dat na het Gooi je het mooiste hier in de Bollensteken kan wonen. Jij hebt ervoor gekozen om hier te staan met deze prachtige landerijen hier achter ons. Waarom heb je deze plek gekozen? We staan hier vlak bij de Middenweg. En hier moet een belangrijke ontsluiting komen van de Poelpolder, de zuidelijke kant van Lisse, naar de A44. Een belangrijke ontsluiting voor de mensen die hier wonen, maar in Almere, in Schiphol, Amsterdam of Den Haag werken. Eigenlijk een groot deel van Lisse wil die ontsluiting wel. Alleen moet er nu wel zorgvuldig omgaan worden met de bewoners en met de direct belanghebbenden. Die natuurlijk ja, niet graag, en dat begrijp ik heel goed, die weg over of vlak naast hun woning of hun bedrijf willen hebben. Daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden. En mijn vraag aan de provincie, en dus aan jou Monique, is ook van, ga snel met onze inwoners aan de slag, zodat ze weten dat ze gehoord zijn, dat ze weten dat met hun belangen rekening gehouden wordt met het maken van die weg die zo nodig is. We zijn even van plek veranderd, want het is hier zo ontzettend mooi. Belangrijk denk ik voor het welslagen van dit hele project van deze Duinpolderweg Zuid is volgens mij de samenwerking met de provincie. Precies. Lisse kan het niet alleen, maar de provincie kan het ook niet alleen. Het is een provinciaal project, heel belangrijk, maar mensen hier uit Lisse weten heel goed wat mensen uit Lisse willen. En dat kunnen we heel goed met elkaar eruit komen en met elkaar communiceren van, is al iedereen gehoord? En het proces moet het ook samen doen, die participatie. Ja. Dat is enorm belangrijk. En ik denk dat beide grootheden van en de gemeente Lisse en de provincie dat ook het liefst willen. Ja, om dit gezamenlijk op te pakken, en zodat, want dan krijg je het snelste voor elkaar. Het scheelt ook een heleboel geld natuurlijk. Ja, absoluut. Dat dit niet al te lang duurt. Ja, maar dan weet iedereen ook waar ze aan toe zijn. Want al die onzekerheid, dat is zo verschrikkelijk vervelend als je een bedrijf hebt. Ja. Of als je net moet komen wonen, die onvrede moet weggenomen worden. Ja. En mensen moeten het gevoel hebben, er is echt door ons geluisterd. De gemeente weet waar we staan, de provincie weet waar we staan. En die weg moeten komen. Oké. Samen gaan we het oplossen. Zo is dat. Dat neem ik mee naar de Staten. En daar kan niemand tegen zijn. Hartstikke bedankt. En enorm veel succes ermee. Ja, veel succes met de verkiezingen. Oké, en bedankt en op de samenwerking. Zo is dat. Oké, tot ziens.